Bach eigenlijk deed, was het een traditie in die tijd om het met de tijd voor Pasen om het lijdensverhaal op muziek te zetten. Je voorstellen dat zo'n papier leeg is en dat je dit bedenkt. Ja. Dat je op zaterdagavond nog niet weet wat je zal gaan bedenken en op zondagavond is een erbarmelijk aria klaar. En dan heb je de mooiste muziek geschreven die in de muziekgeschiedenis geschreven is. Dat is toch waanzinnig om te bedenken. Ja.